Ik mag het een stukje het evenement noemen van Knokke Heist, Knokke Zoete, de Knokke Zoete Rally. Naast mij staat Philippe Borgo, inderdaad de zoveelste aflevering. Opnieuw trots zie ik, maar daar mag je dus beslist meer dan trots op zijn. Hè? Ja. Dank u wel dat jullie ook een bezoekje komen brengen. We staan hier vandaag in de Prado Zoete bij Kini Capital. Een automuseum op het strand van Knokke Heist. Wie had er dat ooit gedacht? En we zijn nog des te vierder dat we 21 premium automerken, de meest exclusieve auto's, hier tentoon kunnen stellen. En dat iedereen die wenst dat van zeer dichtbij kan komen bewonderen. Maar dat is maar één van de 5 evenementen die we organiseren. Zoals u zelf aangaf, we hebben ook de Zoete Rally by Stow. 250 auto's die elke dag 250 kilometer afleggen door Vlaanderen en Zeeland. Met start en aankomst op de zeedijk hier in Knokke Heist. Ik wil nog eventjes benadrukken dat ook alles terug in vol ornaat is zoals voor de COVID. Want er was vorig jaar een klein beetje kritiek van het is afgesloten, het is beperkt. Maar dat was de federale regering die ons dat opgelegd had. Dus vandaag vanaf het begin van de Lippenslaan, Dumortierlaan, Kustlaan hebben we alles verpakt in de rood-witte checkered flag. En een groot bord welkom tot in Knokke Heist en de Zoete Grand Prix. En iedereen die het wenst, kan de auto's elke dag in de straten van Knokke Heist bewonderen of hier op de zeedijk. We hebben een derde evenement, dat is de Royal Zoete Golf Club, waar we een concours d'elegance hebben. Een elegantiewedstrijd voor 75 auto's, waar we auto's tentoonstellen die heel uniek zijn in de wereld. Bijvoorbeeld een auto van Frank Sinatra staat er dit jaar te bewonderen. We vieren de 75ste verjaardag van Ferrari. En we hebben gezorgd dat er 25 van de meest exclusieve Ferraris van over heel de wereld komen. Van Amerika tot India komen ze naar Knokke Heist. Dan hebben we zondag een GT-tour. Een GT-tour 150 sportwagens die vertrekken in het Gentse en via Nederland vanaf 3 uur Knokke Heist zullen binnenrijden. En iedereen die het wenst kan op de zeedijk die auto's ook van heel dicht komen bewonderen. En als laatste afsluiter van het weekend hebben we ook een veiling met het beroemde veilingshuis Bonhams, waar we dit jaar 75 auto's klaarstaan hebben. En dat zal van voor Bonhams de belangrijkste veiling zijn van Europa. En we spreken over het nummer 1 veilingshuis. Wie had ooit gedacht dat we dan een Knokke Heist kregen in plaats van Londen, Parijs of Amsterdam? Ik zei het bij het begin al, Philippe, bijzonder trots en dat mag. Een puikenorganisatie, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje, denk ik. Die voorbereidingen die moeten toch gigant zijn. Ja, je moet weten dat de laatste weken en nu van het weekend tot binnen 2 weken als alles afgebroken is, werken we in onze organisatie met 1500 mensen om dat allemaal mogelijk te maken. Wij doen dat met een klein kantoortje in Knokke Heist, maar we werken ook heel hard. Ik heb de laatste maanden van 7 uur 's morgens tot middernacht gewerkt, zonder verlof. Geen dineetjes, geen alcohol gedurende 3 maanden en gefocust op de job. Nu kunnen we genieten van het weekend. En volgende week komt mijn... Dit is fin de saison voor mij. En volgende week beginnen we aan onze congé. Juist, 1500 mensen erbij betrokken. Een tweede cijfer wil ik ook nog graag weten. Heeft u enig idee voor bezoekers je kunt verwachten? We kunnen vandaag alles zeer goed meten. Enkele belangrijke cijfers. De laatste keer dat we het gemeten hebben was vorig jaar. Dan hadden we 300.000 bezoekers. Wat in een coronaperiode zeer veel was. Gezien we in 2019 ook 300.000 bezoekers. Maar ik denk dat dat ook de limiet is die Knokke Heist aan kan. Dus wij willen zeker niet groter worden. Wij willen niet groeien. Wij willen inzetten op kwaliteit. En voor mij het allerbelangrijkste is dat iedereen kan genieten. En er is niks mooier dan een jongetje die op de schouders van papa een fotootje kan trekken en de Ferrari kan aanraken, bij manier van spreken. En het is ook heel belangrijk dat de volledige middenstand van Knokke Heist kan meegenieten van de Zoete Grand Prix. Ik heb niet liever dat iedereen goede business doet, dat iedereen veel geld verdient. En als de tea rooms en de restaurants volle bak werken, dan heeft de garçon ook een beetje meer drinkgeld. En dan maakt iedereen gelukkig op het einde van de dag. Heel veel succes met de Zoete Rally, Zoete Grand Prix. Dank u wel. Burgemeester, wij hoorden zo net van Philippe Borgo 300.000 bezoekers verwacht in Knokke Heist. Ja, weer een topevenement, hè? Inderdaad, dat is, mag ik wel zeggen, het topevenement voor onze gemeente Knokke Heist. Waar mensen van over gans de wereld hier naartoe komen. 26 constructeurs van over heel de wereld die Knokke Heist bezoeken. Die mensen brengen ook heel wat ander volk met zich mee. En ik weet niet hoeveel volk dat er gaat komen. Maar in alleszins, we hebben het goede weer met zich mee. Dat is iets dat wij als gemeente besteld hebben. Dus ik verwacht heel veel volk. Ja. Ik neem aan, super trots op zo'n puikenorganisatie in Knokke Heist. Het is gewoon de top of the bill, hè?
Uiteraard, zoiets is fantastisch voor onze gemeente. We zetten hiermee onze gemeente mondiaal in de kijker, want dit wordt in alle magazines van auto's wordt dat gepubliceerd. U hebt ook gemerkt, nationale en internationale pers is hier aanwezig. En ik wil toch ook zeggen, het is hier het ideale moment voor heel veel mensen om elkaar te ontmoeten. Meet and greet. Mensen vanuit de sportwereld, vanuit de showbiz, ook vanuit de politiek en uit de businesswereld, die hier samenkomen en die hier ook deals afsluiten. Misschien een tip aan de mensen van de federale en Vlaamse regering. Kom eens naar de Zoete Grand Prix samen en probeer hier tot een oplossing te komen en hier een goede deal te sluiten. Slotvraagje, is dat jouw nieuwe dienstwagen hier achter ons? Nee, ik moet eerlijk bekennen, ik rijd het liefst van al met mijn fiets. Maar nee, ik zie auto's zeer. Ik moet trouwens nog mijn ronde doen. Ik heb nog een aantal dagen om dat rustig te doen, want ik ben ook nog maar net, het is nog maar net geopend. Maar wat ik hier zie van voertuigen is ongelooflijk. Toch wil ik nog één randbemerking maken. Auto's worden dikwijls geassocieerd met vervuiling en vervuilend CO2-uitstoot en wat heb je allemaal. Maar u zult zien straks, ik heb dat toch vernomen, dat heel veel auto's elektrisch zijn. En wij hebben ook een heel goede deal afgesloten met de organisatie van de Zoete Grand Prix. Dat er moet compensatie zijn. Dat voor de uitstoot en dergelijke meer, zij moeten compenseren met de aanplant van bomen in onze gemeente. En ze gaan dat ook doen. Dus dat is een goede compensatie, dat men hier niet alleen, hoe zou ik zeggen, een vervuilend weekend organiseert, wat ook wel niet het geval is, maar toch er moet een compensatie zijn. Twee keer een schot in de roos dus. Ja, zo is het. Bedankt burgemeester. Ja, en, ik wil misschien toch ook wel nog een keer de broeders Bourgault en hun crew feliciteren, want dit is de 13e organisatie van de Zoete Grand Prix. 13 is soms een geluksgetal, maar ik ben er zeker van dat het een geluksgetal is. Maar telkens opnieuw slagen ze erin om creativiteit hier te tonen en ook hun organisatietalent. En dat is toch wel bewonderenswaardig, want een Zoete Grand Prix, dat is niet iets dat je in 1 of 2 weken organiseert. Maandag, de dag na de Zoete Grand Prix, beginnen de voorbereidingen voor volgend jaar al. Er zijn 1500 mensen bij betrokken, hebben we van Philippe Bourgault gehoord. Voilà, u weet het beter dan ikzelf. Succes met de keuze van een leuke wagen. Dank u wel. Zo, we hebben alles gehoord wat we wilden horen in verband met de Zoete Grand Prix. Fantastisch evenement, wie wil dat nu nog uiteindelijk missen?